ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Het is vandaag maandag en dit is onze tweede dag in Ibiza. En ik sta nu op het balkon. Het is echt super lekker weer. En wij gaan vandaag de hele dag leuke dingen doen. Dus als je heel veel zin hebt in deze video, zou ik het super leuk vinden als je even een blauw duimpje omhoog doet. En even abonneert op mijn kanaal. En dan heel veel kijkplezier met de video. Ik ga straks een roomtour laten zien, maar dit is in ieder geval het uitzicht vanaf ons balkon. En we hebben ons nu even omgekleed. En we hebben de dingen van buiten hebben nu hier gezet. Moeten we dat niet heel even daar neerzetten voordat de schoonmaker komt? Nou, doen we zo meteen wel. Eerst even ontbijten. We gaan nu eerst even ontbijten. Oh, ik dacht dat het glas was. En ik heb een beetje een rare outfit aan, maar dit is mijn bikini. Dus we gaan nu even ontbijten. We hebben net ontbeten. En we gaan nu lekker naar het strand toe. Volgens mij had ik al laten zien wat ik aan had. Ja? Maar we gaan lekker naar het strand. Hoe gaan we naar het strand toe? Kijk zo, door die burn. Hoe gaan we naar het strand? We gaan wel eerst naar het strand waar we naartoe kunnen lopen. Dat is wel beter. Oké, dus ik doe deze alvast dicht. Ja, doe je dat? Ja. En ik ga een roomtour doen als de schoonmaakster is geweest, want onze kamer is echt niet goed. Ze kunnen het nu gewoon dan zien. Nee hoor. Niet goed. Vinden jullie dat Claire ook moet gaan vloggen? Ik vind het wel. Maar dat ga ik niet doen. Kijk, ik heb zo'n niet op mijn hoofd. Nee? Ik heb een blouse aan en dan heb je dit, die band en dan met streepjes. Lijkt net zo'n ziekenhuis. Oké, wij hebben ons helemaal klaargemaakt en wij lopen nu onderweg naar het strand. Het heeft even geduurd, maar dan heb je ook wat. En het is niet super, super warm. Het is denk ik 20 graden of zo. Het is gewoon oké. Okay. Oh ja, de UV-index is 4, hè? En in Nederland ook. Dus wat? De UV-index, dat is hoe bruin je wordt. Hoe snel je bruin wordt. En ik zal zo meteen, als ik terug ben, zal ik even het hotel filmen. En dan film ik ook even gelijk de kamer. Want nu was het echt een beetje een rommel. En ja, zij zijn er wel een keertje geweest, maar ik nog nooit. Dus ik ga nu voor het eerst het strand van Ibiza zien. Wij zitten naar de bruine tent. De bruine. Ja, die bruine parasol. Ik dacht, er stond daar een bruin bord. Ik denk daar. Oké, ik word even onderbroken. Maar we zitten nu eventjes bij het strand. En we gaan even wat lekker wat drinken. En misschien zo meteen wat eten. En je moet echt overal je Facebook aanmelden voor wifi. Maar dan ben ik bang dat ze berichten gaan plaatsen op je Facebook. Maar oké, ik zal het even laten zien hoe het eruit ziet. Oké, je hebt hier allemaal leuke palmpjes. Hier is het strand. En hier is waar we zitten. En we hebben gewoon een chille bank. Oké, Claire en ik gaan even naar het strand lopen. Nou, we zijn al op het strand, maar ik bedoel naar de zee. Zo, die mensen lekker zwemmen. Nee, ik ga jij met de camera de zee induwen? Ja, en dan komen alle vlogs niet meer online. Die palmbomen zijn zo leuk. Duimpje omhoog als jullie dat ook leuk vinden. Duimpje omhoog als je net de zee in moet. Met de camera, en al. Bij de 100.000 abonnees ga ik de zee in. Ja, met camera. Serieus. Ja, maar het gaat nooit gebeuren. Ja, maar dan moet je een nieuwe kopen. Dan krijg je al bijna een nieuwe. Oké, het water lijkt van een afstand heel blauw, maar als je zo dichtbij staat, lijkt het helemaal niet zo blauw. Er zit al een random man daar te... Wat doet hij? Ja, film even. Dat is een schat. Die mag niet doen. Ja, sorry. Voor mij loopt. Hij keek echt zo op in dit film. Oké, maar... We liggen hier echt top, alleen daar is de lucht zo zwart. Daarnet was het nog erger, als je vergelijkt met daar. Maar we hebben wel heel erg lekker gegeten. Oké, ik ben aan deze kant. Daar is het helemaal grijs. Het is hartstikke leuk hier, het is helemaal vocht.
Sfeerbeelden. Leuk dat je kijkt naar een dag interview. Nou jongens, we hadden net regen. We hadden beter in Nederland kunnen blijven. Nee, grapje. Maar de regen is alweer voorbij. En wat gaan we zo doen, meiden? Oké, we zijn klaar met eten. En nu gaan we richting ons eigen hotel weer lopen. En dan gaan we ook eventjes in de winkeltjes kijken. Want we willen even wat snacks voor in de hotelkamer. En ik moet even poeder kopen, want ik ben mijn poeder vergeten. Wat? Een maand verval? Nee, grap. Oké, en we gaan nog even bij het zwembad liggen bij ons. En even een snackie nemen. Ik ben wel oprecht benieuwd wat voor snacks ze hebben. Ja, maar schatjes. Mm-hmm. Ik vind het leuk om te vloggen. Ik vind het ook leuk om te vloggen, daarom doe ik het ook. Oh, hier waren we net. Beach House. Gelukkig regent het niet zo hard. Oh, volgens mij zie je niet eens dat het regent. Love Ibiza. Waar kan je het goed mee combineren? Ik kan je goed combineren met een blauw bron. Ja. Een bruine broek. Leuk. En zo'n sombrerootje? Ja, even kijken of het bij jou staat, hoor. Nou, ik denk het niet. Misschien kan jij hem beter opdoen. Oh, ik doe hem wel op. Oké, we moeten even een poedertje. Mag je zelf wel vloggen? Nou, we hebben net aankoopjes gedaan. Ik zal het zo meteen even laten zien. Oké, we hebben net eventjes wat eten gehaald bij de Spar. En wat snackjes. En we gaan zo... kleinere versnaperingen. 3. Oké, maar ik zal nu even de kamer laten zien, want het is gewoon gemaakt. Dus dat lijkt me wel heel erg leuk om even te laten zien. En heel leuk. De meiden gaan even op het balkon zitten, want zij zijn opeens camera shy. Dan moeten we dat soort niet hebben. Nou, oké, zo kom je dus binnen. Dit prachtig pasje. Ja, de deur klemt een beetje. Dat is erg jammer. Hier kan je de lampen mee aandoen. Nou, dan heb je hier... Ja, de deur klemt echt heel erg. Een kast met onze jassen. Zo. Met een kluis die heel erg klein is. Dus daar past helaas niks in. Met de badkamer. Spiegeltje. Föhn. Gewoon prima. Ziet er gewoon netjes uit. Douchen. Wel echt een hele rare douchekop. Maar oké. Met deze heerlijke bodywash. De wc. Jongens, kontwassertje. Het kontwassertje. En dan is dit de slaapkamer. Met twee bedden. Gewoon prima. Ziet er best oké uit. Zo. En hier nog een bed. Met een bureautje. Met mijn koffer. Met een tv en een spiegel. Super handig. En ons balkon. Dat is hier zo. Zo, ik liep bijna door het raam heen. Maar oké. Met ons balkon die ook best wel groot is. Dus dat is super chill. Oké, we gingen even een snack halen, laat maar zeggen. Maar we kregen zo'n heel klein bordje met... is koud water farmed. Die mannen zitten helemaal te praten. Dus we gingen even een snack halen. Maar we hebben wel een lekkere fish cookie. Dus dat is wel super lekker. In Nederland is het nu 28 graden, hè? Ik kreeg van net niet van iemand een Snapchat. Het is alweer avond. Wij hebben ons even opgemaakt. En wij gaan namelijk eten. En ik heb echt super getrekt. Dus dat komt goed uit. Mijn make-up wilde niet echt meewerken. Zo was ik een beetje chagrijnig door. Maar uiteindelijk valt het nog wel mee. Ik heb een nieuw jurkje aan. Ik zal hem even laten zien. Dit is het jurkje dat ik aan heb. En ik vind hem echt super leuk. En wij gaan nu lekker eten. En ik zal zo meteen even mijn nieuwe tasje laten zien die ik heb gekocht. Dus ja. Ik weet niet waar. Oké, we zijn helemaal klaar. En we gaan zo eten. En wat gaan we daarna doen? Naar Ibiza stad. En dan gaan we daar gewoon lekker Ik ben er nog nooit geweest. Ik weet eigenlijk niet precies wat we daar gaan doen. Maar gewoon even lekker kijken. En misschien gaan we daar wel daarna naar een lekker feestje. Hoop ik. Als het zonder techno is. Leuk dat je kijkt. Nee, we hebben niet gezeten. Alleen deze avond was iets minder dan. Maar we gaan nu even lekker de toetjes halen. Pieter Bora. Die
heeft er aan mijn camera gezeten. Er zit inderdaad zo'n vlek op. Oké, we zijn aan het wachten op de taxi. Dus ik dacht, ik ga het hotel even laten zien. Heb ik dat ook gedaan. Oh, onze kamer, dat is deze. Dit is onze kamer. En ja, dit is dus het hotel. En we zitten in Mare Nostrum Hotel, volgens mij, van Playa Sol. Geen idee hoe het uitspreekt. Naast deze leuke palmboom en daarvoor zit een oranje trap. Dus het valt echt niet te missen. Volgens mij was mijn camera helemaal niet scherp. En we zijn op de taxi aan het wachten, maar volgens mij komt die niet. Oké, we zijn in Ibiza stad. En het ziet er wel gezellig uit, alleen het is echt super rustig. Sorry dat ik de hele tijd aan mijn haar zit. Ik heb het door. En we gaan nu even winkeltjes kijken en dan gaan we zo naar de haven lopen. En dan gaan we zo meteen ijsje halen. En ik zal even mijn schatten filmen vanaf de achterkant. Omdat we zo fliekie zijn. En hij is hier al geweest, dus die lopen maar ergens naartoe. Maar we lopen nu bij de poort. Voor de mensen die ooit in Ibiza zijn geweest, die weten dat waarschijnlijk wel. Nou, ik hoef niet meer te sporten. Nou jongens, we zijn aan het strijden. Dit hebben we al gelopen. Dit is het uitzicht, dus het is het wel waard. Maar ja, een paar keer extra sportschool had wel gemogen. I'm a vlogger. Oké, nou, we hebben net even lekker wat gedronken en gegeten. Twee pizza's er nog even ingedaan. Kan gewoon allemaal. En het is nu precies 12 uur. 0:00 voor jullie. Maar we gaan nu gewoon weer lekker met de taxi naar huis. Want gisteren zijn we uit geweest. En we zijn best wel moe. Dus zo, dit licht maakt me echt niet veel mooier. Dus we gaan nu lekker naar huis met de taxi. En dan gaan we morgen weer lekker naar het strand toe. Dus ik heb er echt super veel zin in. Ja, dat dus. Oké, wij zijn weer terug op de hotelkamer. Wij gaan lekker slapen. En mijn camera is ook leeg. Dus ik moet hem echt in de oplader gaan doen. Anders is er morgen geen nieuwe video. En dat zou een beetje rot zijn. Zou wel erg jammer zijn, ja. Oké, maar als je het een leuke video vond, zou ik het heel erg leuk vinden als je even een duimpje omhoog doet. En even abonneert op mijn kanaal. En dan zie ik jullie heel snel weer bij de volgende. Ja, als je het leuk vond, een duimpje omhoog. En zie ik jullie heel snel weer bij een nieuwe Ibiza vlog. Doei doei!